57e wedstrijd voor Noordwijk op de rol. En de laatste. En het is een hele belangrijke. Voor het eerst in de historie staat Noordwijk in de finale van de landelijke KNVB Districtsbeker. Tegenstander en gastheer is Staphorst, Sportpark Noorderslag, het decor. Beide ploegen in de hoofdklasse gespeeld het afgelopen jaar en ook het komende seizoen. Want ze waren beide niet succesvol in de nacompetitie. Noordwijk weer met Amrezin in de goal. Begint met veel zelfvertrouwen aan de openingsfase van deze wedstrijd op het echte gras. En het regende nog niet in die openingsfase. Diederik Hogewaard, een uitstekende crosspaas. Daar slecht ingrijpen van Van der Burg. En is het Denzel James, die geeft daar Jeroen Bosboom een prima niet te missen kans. En Noordwijk staat binnen anderhalve minuut voor op 0 tegen 1. Dat is wat je noemt een binnenkomer. Jeroen Bosboom, hij stond in de punt van de aanval. Emiel Wendt stond daar omheen. En links en rechts Manaputi en Denzel James. We zagen hem net al, goed doorkoppen hier. En Denzel James liet veel van zich zien in de eerste 20 minuten. Zoals ook Noordwijk in de openingsfase duidelijk beter was dan Staphorst. Noordwijk dus al snel op een voorsprong. Van der Burg aan de rechterkant gaat door en wordt daar goed mee verdedigd. En dan licht aangeraakt door Denzel James. En Staphorst roept om een penalty, maar scheidsrechter Cairo is onverbiddelijk. Hij vond het geen overtreding. Staphorst dan is thuis heel moeilijk te verslaan van afstand. En moet de Amrezin hem over de lat heen tikken. Het was een prima poging van Dennis Rozink. Een van de aanjagers op het middenveld van Staphorst onder leiding van Jan van Raalte. En bij Noordwijk staat vandaag Leonard van Utrecht als trainer op de bank. En daar gaat Noordwijk weer. Roberto Dorothea gaat de voorzet geven. Dan komt hij ongelukkig tegen de voet van Roelof de Jong. En is het binnen 20 minuten 0 tegen 2. En dan zou je denken, gaan we deze finale gewoon winnen. Binnen zo'n korte tijd al op een prima voorsprong. Maar Staphorst legt zich daar natuurlijk niet bij neer. Staphorst is een vechtploeg. En gaandeweg die eerste helft kregen ze steeds meer grip op de wedstrijd. Diverse corners waren daar gevolg van. En hier redt Amrezin nog uitstekend. Diederik Hogewaard stond weer met de punt naar achteren. Omdat diverse spelers van Noordwijk, waaronder Guy Smit, op vakantie waren. Stond Diederik weer op die positie. En daar weer een hachelijk moment. Althans, het valt nog mee. Maar de afvallende bal is zoals zo vaak in de eerste helft voor Staphorst. Wordt hij weer in die trechter gepompt. En dan is het Remo Manaputi, die ook weer in de basis begon. Die goed wegkopt. Mark Veerman vindt daar dan weer Denzel James. Een prima voorzet. En Brian Brokker is meegekomen. Maar keeper René Oosterhof brengt redding. Dus Noordwijk nog steeds op een riante 0-2 voor. Weer een hoekschop. En daar, zo vrij als een vogeltje, kopt daar Timmerman de aansluitingstreffer in. Matig wordt daar gedekt in het 6 meter gebied. Dan is het makkelijk inknikken en Staphorst zit weer helemaal in de wedstrijd. Noordwijk kwam meer onder druk te staan. Kon niet meer aan zijn eigen spelletje toekomen en het regende niet alleen doelpunten vanavond. En daar aan maar zien, wat doe je daar uit je doel? Rob Mijnheer maakt gebruik van het weifelend optreden van Mustafa Amrezin. Als hij eruit komt moet je hem ver weg boksen, maar het was niet makkelijk. En daardoor kan Rob Mijnheer de stand in evenwicht brengen. En is het in het 40e speelminuut alweer 2 tegen 2. 4 doelpunten al in 1 helft. We zijn alweer in de tweede helft aanbeland. Het was een gezellige sfeer daar op Sportpark Noorderslag. Er werd gevochten door beide teams voor wat ze waard waren. Denzel James dan. Een goede redding met de voeten van Oosterhof. Voormalig wisselkeeper bij FC Twente. En Staphorst heeft ook een leuke ploeg. Veel inzet. Maar Noordwijk heeft ook een speler met veel inzet. En die luistert naar de naam Remo Manaputi. Want hij gaat gewoon keurig door. En daar een prima voorzet. En wie staat daar? Jeroen Bosboom. Die maakt zijn tweede. En Noordwijk weer op voorsprong. 2 tegen 3. In de tweede helft. Ook Noordwijk hier opent. Goed daar aan de rechterkant. En op maat. En Jeroen Bosboom staat waar hij hoort te staan. En scoort zijn tweede van de avond. Zou Noordwijk dit kunnen vasthouden? De tweede helft is nog 35 minuten lang. Dus er is nog van alles mogelijk. Manaputi. Weer een goede redding van de keeper.
De supporters rekenen zich al rijk van Noordwijk. Maar zover zijn we nog niet. Roberto Dorothea, een goede combinatie door het midden met Bosboom. Dorothea gaat zelf. Nee, legt af. Maar dan maakt hij het Denzel James eigenlijk moeilijker dan hij zelf had kunnen proberen te scoren. Roberto Dorothea, meer een man van de assist dan de afmaker. Dat is inmiddels wel bekend. Denzel James begon een beetje te hinkenbenen. Werd ook vervangen. En dan daar, een goede redding van Amrezin. Op een uitstekende doelpoging. Nee, Staphorst heeft ze nog lang niet gewonnen. Ze speelden richting hun eigen publiek. Kop der Veur heet die site. En de mannen hadden er zin in daar achter het doel. Zorgde voor veel sfeer bij deze bekerfinale. En dan van afstand. Amrezin ziet hem keurig voor langs gaan. En dan zou het wonder zich dan toch gaan geschieden dat Noordwijk de finale gaat winnen. Want we gaan al richting het einde van de reguliere speeltijd. Maar Staphorst gelooft er nog in. De afvallende bal weer voor een speler van Staphorst. Dan Amrezin in eerste instantie, maar dan de rebound. En dan is het uiteindelijk van het einde die de stand in evenwicht brengt. 3-3. En het scenario voor Noordwijk gaat zich weer herhalen en gaat verlengd worden. En daar heeft Noordwijk dit seizoen slechte ervaringen mee. Supporters van Staphorst gaan natuurlijk helemaal uit hun dak. En scheidsrechter Cairo fluit af voor de eerste helft van de verlenging. 2 keer 15 minuten. En wie heeft het meeste veerkracht? Mentale weerbaarheid. Staphorst zet zich weer schrap. Weet zich goed raad op de echte grasmat. Die zwaar te bespelen viel. En Noordwijk kwam onder druk in de openingsfase van de eerste verlenging. Rob Meijner geeft goed voor. En wie staat daar vogeltje vrij en schiet daar keurig in met links. En maakt de 4-3. Nummer 10, Martijn Brakke. Krijgt daar te veel ruimte van de verdedigers van Noordwijk. En zo staat Noordwijk binnen een paar minuten alweer achter. En hebben ze nog de weerbaarheid om terug te komen in de wedstrijd. Beide ploegen hebben een lang seizoen achter de rug. En Noordwijk speelt met diverse wisselspelers. Maar goed, daar ligt het niet aan. Noordwijk gaat het nog weer eens proberen. Een prima omhaal. Een net niet geval. Roberto Dorothea. De aansluitingstreffer nog niet gerealiseerd. En de mannen van Staphorst zetten ze nog een keer recht. En daar is het. Amrezin. Die zoals zo vaak dit seizoen redt. En zo blijft de stand 4-3. En zou Noordwijk de aansluitingstreffer nog kunnen maken? Daar is het. Diederik Hogewaard met overzicht. Naar Brian Brokke. De diepte wordt gezocht en gevonden. Rob Overvliet. Hij ging in de spits spelen. Komt daar in balbezit. Nee. Het is Oosterlink. Die weet daar redding te brengen. Nu heeft het in de gaten. We zitten al in de tweede helft van de verlenging. En gaat Noordwijk nog terugkomen in de wedstrijd? Of gaat de genadeklap uitgedeeld worden door Staphorst? De Noordwijkers konden het niet meer zo goed belopen. Staphorst ging het weer proberen van afstand. En daar, net voor langs het schot. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Het resultaat tot nu toe niet bevredigend voor Noordwijk. Rust gezocht en gevonden. En dan daar is het in tweede instantie Jeremy Dekker die hem weet weg te maaien. Maar dan, een misverstandje. Stefano Consalvo verslikt zich in de bal. En daar krijgt nummer 10. Het is weer Martijn Brakke. Die haalt de trekker over. En Noordwijk op 5-3 achter. En dan is de wedstrijd gespeeld. En is het een seizoen van net niet voor Noordwijk geworden. Een heel langs memorabel seizoen. Martijn Brakke 5-3. De Noordwijkers geloven er natuurlijk niet meer in. Tom Duindam, hij kwam ook nog in de ploeg. Kon het verschil ook niet meer maken. En in de allerlaatste fase van de wedstrijd gaat Staphorst nog één keer gas geven. Lastig terugspelen daar. Loopt nog goed af. De afvallende bal is meer en meer voor de mannen van Staphorst. En dan daar gaat die voorzet komen. En wie staat daar? De invaller met nummer 14, Ruben Kip. En die maakt de 6-3. Geflatteerd. Maar uiteindelijk is toch Staphorst de verdiende winnaar in deze bekerfinale. Voor Noordwijk zit er een lang seizoen erop. Het leven gaat verder, dat is duidelijk. En Noordwijk
gaat het volgend seizoen opnieuw proberen. De druiven zijn voor vanavond zuur. En Noordwijk heeft toch een heel mooi seizoen gehad. Ze zijn ver gekomen, maar niet ver genoeg. En dat realiseerden de spelers zich ook. Het seizoen zit erop. Het is mooi geweest zo. Volgend jaar zijn wij er weer bij. Het is zuur, maar ja, we hebben verloren. Waar lag het aan? Dat zij meer hebben gescoord dan wij, Kok. En dat we het weer weggeven in de blessuretijd. Of die nou terecht was of niet. Maar ja, mag er gewoon niet in. Jij was vandaag dus de man die het moest doen, althans als trainer zijnde. Het was een bliksemstart, het ging allemaal goed in het begin. Ja, we kwamen heel goed door. Later ook. Het was een hele open wedstrijd. Echt een, denk ik, een mooie bekerfinale voor, helaas voor de verkeerde kant. We hebben er echt alles aan gedaan. Die jongens hebben echt alles gegeven. Ik heb echt zwaar respect voor de jongens. Helemaal naar dat het zo afloopt. Hoe het is geweest afgelopen weken uit bij ASWA, dat we niet gepromoveerd zijn. Die gifbeker was blijkbaar nog niet helemaal leeg. Als je dan ziet hoe ze toch nog tot het allerlaatste door blijven gaan, zwaar heel veel respect voor. Ja, dat begrijp ik, dat heb ik trouwens ook voor de selectie. Maar je zag op een gegeven moment, toen het eenmaal knockdown was, toen waren ze ook echt knock-out bij die 5-3, 6-3. Het was gewoon klaar. Maar ja, we lopen met 10 man naar voren en alleen Jeremy staat nog achterin te verdedigen. Dan is het een lange bal, een counter en dan krijg je ze om je broek. Dus ja, dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Maar hoe vond jij deze wedstrijd als hoofdtrainer? De spanning was leuk. Het was een mooie voorbereiding, maar als je zo'n wedstrijd wil je winnen. Dus ja, mixed feelings, Kok. Dank je. Graag gedaan.